Police in Aruba are investigating the disappearance of an Alabama high school student. Search for Natalie stretched across the island of Aruba. The very latest developments in the Natalie Holloway case. De verdwijning van Natalie Holloway hield zowel Nederland als de VS 15 jaar geleden flink bezig. Op 30 mei 2005 werd de Amerikaanse op Aruba voor het laatst gezien. De 18-jarige Holloway is vlak voor haar verdwijning op schoolreis. Op de avond van 30 mei 2005 verlaat ze een nachtclub op het eiland. Ze stapt in een auto met de 17-jarige Nederlander Joran van der Sloot. Daarna is Holloway niet meer gezien. Interrogated by the police, Joran admitted he'd taken Natalie to this beach in hopes of having sex. Vandersloot's story kept changing. At first, he told her parents he dropped Natalie off back at the hotel. But when pressed by police, he claimed he left her alone on the beach. Did you kill Natalie Holloway? No. Did you harm Natalie Holloway? No. Van der Sloot geldt enige tijd als verdachte. Maar hij wordt vrijgelaten wegens een gebrek aan bewijs. Het is vrijdag 11 januari, de dag waarop Joran van der Sloot voor het eerst sinds zijn vrijlating zijn verhaal op televisie vertelt. Hij verklaart niets met haar verdwijning te maken te hebben. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries twijfelt aan de onschuld van van der Sloot. In 2008 komt het tijdens een tv-uitzending tot een confrontatie tussen de familie van der Sloot en de Vries. Kan je toch wel de waarheid vertellen als er niks gebeurd is? Hoef je toch niet te liegen? Ik vond het niet. Ik vind de waarheid ook niet al te goed klinken als ik zeg dat ik een meisje op het strand heb achtergelaten. Dus je vindt een leugen beter klinken dan de waarheid? Nou, ik wist niet hoe serieus dat toen was. Ik wist niet dat er echt een probleem was. Nee, daarom is het juist zo gek dat je liegt. Doe maar water in je handen. Nou. Nou, dat heb ik goed opgenomen. Meer dan 7 miljoen mensen kijken naar de Vries-uitzending van 3 februari 2008. Voor een verborgen camera zegt van der Sloot dat Holloway onwel was geworden. Vervolgens zou hij haar lichaam via een handlanger hebben laten verdwijnen. Na de uitzending zegt hij dat dit verhaal een leugen was. Dit leidt niet tot een arrestatie van der Sloot. In een interview in datzelfde jaar past hij zijn verklaring opnieuw aan. Van der Sloot zou Natalie als seksslavin verkocht hebben. You met a guy in February of 3 years ago who said he was interested in something. What was he interested in? He was interested in me bringing him a blonde girl. Gave me a phone number and then he said to meet him at the beach by the Marriott if I ever got a girl and that he would give me $10,000. Omdat hij steeds met een andere versie van zijn verhaal komt, maakt van der Sloot zich steeds ongeloofwaardiger. Precies 5 jaar later wurgt van der Sloot de 21-jarige miljonairsdochter Stephanie Flores in Peru. Een roofmoord, verklaart hij. Van der Sloot wordt veroordeeld tot 28 jaar cel. Natalie Holloway werd nooit gevonden. In 2012 verklaarde een Amerikaanse rechter haar juridisch dood. After the murder of the young woman in Peru, did you then accept that Natalie was probably gone? You're exactly right. And I think when I saw the ferocity of how he murdered and Stephanie, it really kind of all brought it full circle to me as to what happened to Natalie. So I think that really marked my journey as far as beginning to accept and not get the closure, but to understand that I now need to begin to find peace and joy. Yeah. And to move on.